Heb je er een beetje zin in? Ja, zeker. Altijd leuk met jullie te zijn. Goed om te horen. Dan gaan we gewoon beginnen. Yes. Doordat GroenLinks nee heeft gezegd tegen kabinet Rutte 3... hebben we kostbare tijd verloren om klimaatdoelstellingen te halen. Oneens. De overheid moet beter worden gecontroleerd op het halen van klimaatdoelen. Eens. Door kernenergie en biomassa uit te sluiten... vertraagt GroenLinks de energietransitie. Oneens. We moeten ophouden met de gaswinning in Nederland. Eens. We moeten daardoor wel meer vervuilend schaliegas uit Amerika importeren, maar dat zeggen we liever niet. Tuurlijk niet. In de stad is het bezitten van een auto verleden tijd. Openbaar vervoer en deelvervoer zijn de toekomst. Eens. We moeten snel meer huizen bouwen om aan de vraag te voldoen, ook als dat niet volledig duurzaam kan. Oeh, moeilijk. Eens of oneens? Eens. Met onze vergroeningsagenda jagen we bedrijven het land uit. Oneens. De klimaatdoelen halen we alleen maar met grootschalige opslag van CO2. Maar als GroenLinks geven we dat niet graag toe. Oneens. We voeren onze klimaatagenda uit. Ook als dit veel Nederlanders hun baan zal kosten. Valse tegenstelling. Oneens. Activisme en politiek kunnen niet hand in hand gaan. Oneens. Look at me. Kijk, nog net in tijd voor de bel. Yes. Ik heb een aantal interessante dingen gehoord, ja. Kautar. Je had het over dat schaliegas dat we niet nodig hebben in Amerika. Gaswinning willen jullie toch afbouwen. Hoe gaan we dat oplossen? Dit is volgens mij precies het probleem wat we constant in mitsen en maren denken. Er zijn heel veel alternatieve energievormen. We kunnen veel meer zonnepanelen nog leggen. We kunnen veel meer energie investeren vanuit de zee. Dus ik zie het niet zo zwart-wit. Dus het kan. Okay. Laten we vooral creatief blijven denken. Dat vind ik echt belangrijk. Kijk, dat is een mooie. Van mij mag je dan ook weer een klimaatbelofte doen. De camera hier op links mag jij toespreken. En, ja. Ja, take it. Doe ik? Yes, hi allemaal. Ik weet nog dat we het afgelopen jaar ontzettend veel hebben georganiseerd. Ik ben daar onderdeel van geweest. Super gaaf. Er was één frustratiemoment. Op een gegeven moment hadden wij een hele mooie klimaatstaking en een klimaatmars georganiseerd. En toen had Mark Rutte een aantal jongeren uitgenodigd op het torentje. En toen zei hij daarna, ik heb jullie gehoord. Nou, daar heb ik niet heel veel van gemerkt. En wat ik ga beloven en wat ik wil beloven is dat ik mijn best ga doen om te voorkomen dat politici kunnen zeggen dat ze ons hebben gehoord en daar vervolgens niks mee doen. Want daar hebben we echt geen tijd meer voor en we hebben laten zien met z'n allen dat we echt die verandering willen. En het kan. Nou, super. Dank je wel, Kautar. Yes, jij bedankt. Super.